Aquarius klankmeditatie, onafhankelijkheid. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Ontspan en word innerlijk stil. Een kind heeft nog geen bewustzijn van zijn ego. Al wat een baby ervaart, bestaat uit zintuiglijke gewaarwordingen, genot en pijn. Op beide reageert hij sterk. Een kind is niet alleen een geheel fysiek schepsel, maar ook zeer op zichzelf gericht. In iedere vorm van onvolwassenheid tref je dezelfde gegevens. Als een volwassene de schuilhoeken van zijn psyche onderzoekt en de onontwikkelde, problematische gebieden vindt, moet hij dit kind dat in hem leeft wel tegenkomen.
Het wordt in bedwang gehouden door andere delen van zijn persoonlijkheid die zijn opgegroeid, die beter weten. Maar zolang dit egoïstische, egocentrische kind in jou huist, zal je hele persoonlijkheid altijd met het innerlijke kind in conflict zijn. Het kind kan alleen opgroeien als het in je bewustzijn aanwezig mag zijn en niet meer onderdrukt wordt. Je kunt niet zeggen dat er aan de kinderlijke trekken een eind komt als je volwassen wordt. In de mate dat deze kinderlijke houding ten opzichte van de wereld bestaat, blijf je afhankelijk. Een kind is uiterst afhankelijk. De neurotische, strijdlustige, onvolwassen mens is emotioneel afhankelijk.
Je weet en ervaart voortdurend hoe innerlijke problemen en conflicten je beroven van je vrijheid, je zelfgevoel en zelfstandigheid. Je begint te ervaren wat het betekent echt onafhankelijk te worden door je kinderlijke, beperkte egoïsme op te geven. Egoïsme en afhankelijkheid zijn daarom met elkaar verweven. Je kunt het ene niet hebben zonder het andere. Er woeden heel wat innerlijke conflicten juist vanwege deze verwevenheid. Dus aan de ene kant van de weegschaal hebben we het kind dat geen ego heeft, geen gevoel van eigenheid, geen zelfbewustzijn, gepaard met uiterst egoïsme en totale afhankelijkheid van sterkere mensen. Aan de andere kant van de weegschaal hebben we de volwassen mens, die een gevoel van eigenheid heeft en een zelfbewustzijn voorbij het genot-pijn-principe.
De volwassen mens heeft gemeenschapszin, verantwoordelijkheid, zorg, begrip en gevoelens voor anderen, zodat deze persoon een harmonieus geheel vormt met de mensen om hem heen en er wederkerigheid bestaat in aandacht en belangstelling. De volwassen mens is vrij en onafhankelijk. Verward dit niet met almacht. Hij heerst niet, noch wordt hij overheerst. In plaats daarvan bestaat er een gezonde, onderlinge afhankelijkheid tussen hem en zijn medeschepselen. Visualiseer voor nog 5 minuten dat je onafhankelijker, vrijer, verantwoordelijker en minder geïsoleerd wordt. En kom dan langzaam terug. Dank je wel.